gewoon leeg moeten halen. Neerslag valt niet altijd op momenten dat de landbouwgewassen daar het meest nood aan hebben. Daardoor kampen landbouwers dikwijls met problemen zoals verdroging en wateroverlast. En laat nu net water een van de belangrijkste productiefactoren zijn in de land- en tuinbouw. Het is dan ook cruciaal dat er overal meer water in de bodem zal kunnen sijpelen en dat het water bovenstrooms zo lang mogelijk vastgehouden wordt. Dat noemen we waterconservering. Ja, pakken niet meer langer lukt. We zijn niet gewoon draag gedaan. Er is nood om te experimenteren met verschillende landbouwtechnieken en methoden om zuinig en verstandig om te gaan met water. We zitten nu op Siberië, een peer, een groot landbouwgebied. De dommel springt erachter tegen het schietveld. En het is toch belangrijk dat we hier zoveel mogelijk water kunnen vasthouden. Zowel voor het gebied op zich, maar ook de landbouwers hebben daar veel profijt bij. Hier komen 8 stuwen in totaal op een paar kilometer lengte van waterloop. De landbouwers in gemeenten Bocholt, Hamond-Achel, Peer en Neerpelt, maar ook in Kastelee, Lille en Oud-Turnhout, engageren zich om met een actief stuwpeilbeheer het water op en rond hun percelen zoveel en zo lang mogelijk vast te houden. Daarmee houden ze water vast zodat er minder snel beregend moet worden en er meer beschikbaar water in de bodem aanwezig is voor hun gewassen. Door gebiedsgericht stuwtjes te plaatsen kan het hemelwater lokaal beter vastgehouden worden en is er meer tijd om het te laten infiltreren. Maar hij ziet er goed uit, ja, van hier. Hoi. Dat ziet er ferm uit. Zo. Ja. Ja, dat is wel chic, hè? Toch? Content vanzelf. Zo, ja, dat is een goed meegevallen. Ja. Ja, ja. Ja, daar gaan de boeren zeker content mee zijn. Dan kunnen ze hun water goed vasthouden. Ja, 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 ja. Op zo'n manier aan waterconservering en waterbeheer doen, noemen we stuwpeilbeheer. De stuwtjes worden geplaatst in een perceelsgracht. Bij stuwpeilbeheer kan de landbouwer met behulp van een stuw met schotbalkjes het waterpeil in de sloot beheren. Enkele dagen voor de veldwerkzaamheden trekt hij één of enkele schotbalkjes weg en verlaagt op die manier het waterpeil in de perceelsgracht en ook aangrenzende percelen. Van zodra de werkzaamheden zijn verricht, steekt hij de schotbalkjes terug en kan het waterpeil opnieuw verhogen, zodat de gewassen optimaal voorzien worden van water. We gaan hier naar één stukje eens kijken. Dat staat er hier al van de eerste richting, zou ik zeggen, van de jaar 2000-2001. En dat werkt nog altijd. Dus, en werken daar veel mee? Je gebruikt dat goed hier? Ja, dat is het al bewezen. Dus, ja. Dit stukje dat staat in functie van deze akker hier. Die wordt ontwaterd door een systeem van sloten. En staat dat stukje niet, dan gaat dat water onmiddellijk wordt afgevoerd naar de hoofdsloot. Dus dit stukje dat houdt dat water een beetje tegen. Ik kan dat een beetje regelen. Dus in de wintermaanden en de zomermaanden duw ik die stuw dicht, dan blijft het water allemaal hier. Moet ik het land op, dan zet je stuw open en kan dat water weglopen. Oh. Er zit gelukkig geen slot meer op. Dus op, dan ben je geen kukel. Nee. Maar deze kant moet dat los gaan. Ja, ja. Hier zit dat vast. Daar. Deze kant moet dat hier moet je lostrekken. En dan kan ik één voor één die stukjes, die schotjes uit gaan nemen. De waterhuishouding in deze percelen die zijn een pak beter. Dus ik zie echt dat dat... De gewassen die kunnen veel gemakkelijker een droogteperiode overbruggen. Ik heb dat 2 jaar terug aan de hand gehad. Het heeft geloof ik de hele maand augustus niet geregend gehad. Eind augustus heb ik hier nog gemaakt. En ik heb hier een oogst afgehaald die zoveel was als een normale snede. Dus het heeft ze nu toch wel bewezen. Je hebt natuurlijk keihard lachen als ik hier met mijn klik en klak die sloot in ga zitten. Nou trek je over en onderin zit er nog een schuifje. Dan kan ik eventueel nog meer laten doorlopen. Dat water dat loopt nu weg en dan gaat het waterniveau in die sloten gaan zakken. Dus dan gaat ook het waterniveau in de het grondwaterniveau in de percelen gaat ook zakken. En dan gaat het de percelen gaan dan beter bereikbaar zijn. We streven erna om het grondwaterpeil in de perceel tijdens de groei op 40 cm onder het maaiveld, 30 of 40 cm onder het maaiveld te houden en van anders gewas. Dat is een maximum ongeveer, dat het ook niet de boel verzuipt. Zo'n stuwtjes zorgen ervoor dat er niet langer onnodig water wegvloeit uit een gebied. Het is dan ook een heel geschikt en eenvoudig middel om op kleine en grote schaal aan waterconservering te doen. Daarbij komt het voordeel dat de landbouwer zelf kan beslissen wanneer er welk waterpeil gewenst is. Ze zijn nu wel geplaatste stuwen, maar het is niet de bedoeling dat de watering de stuwen gaat beheren. De watering
Dommelvallei is een openbaar bestuur en ze zijn eigenlijk verantwoordelijk voor het beheer van onbevaarbare waterlopen. Dus dit laten we over eigenlijk aan de plaatselijke landbouwers. En daarom is er een samenwerking aangegaan met het agrobeheercentrum EcoQuadraat voor een beheersclub op te richten, waar alle landbouwers aan tafel gaan zitten voor geen meningsverschil te krijgen en samen gaan overeenkomen van op wat niveau dat ze het water gaan bufferen. Het oprichten van die agrobeheersgroepen, dat wordt eigenlijk gecoördineerd door agrobeheerscentrum EcoQuadraat. Die begeleiden ons een beetje in de werking. Ik vind het wel belangrijk dat we eigenlijk optimaal benutten wat de natuur u geeft. Dus als er regen valt, dat je die regen optimaal moet benutten. Ik zeg altijd, ik leef op het platteland en ik wil op het platteland met een kost verdienen. Daarnaast waren er in elk van de 4 Limburgse gemeenten ook landbouwers bereid om een van hun percelen aan te leggen met pijlgestuurde drainage. Door buizen met gaatjes, drainagebuizen, in de grond te steken kan je draineren, water afvoeren dus. Maar de Kempense landbouwers willen dat water graag dicht bij hun akkers houden. Zo kunnen ze het bij droog weer gebruiken. Daarom proberen verschillende landbouwers een systeem uit van pijlgestuurde drainage. Daarbij krijgt de landbouwer de volledige controle over het water op en rond zijn velden. De machine daar, die we daar zien, die legt de buizen in de grond. Afhankelijk van de instellingen is de diepte in de grond 80, 90 centimeter, maar die kan tot 1,30 meter diep onder de grond gaan. De buizen die er bovenop liggen zijn die drainagebuizen, die zorgen voor de afwatering van het water. Bij pijlgestuurde drainage ligt op zo'n 80 à 90 centimeter diepte onder de grond een buis met gaatjes, een drainagebuis, met daar rond een omhulling om zand tegen te houden. Die drainagebuizen monden op hun beurt dan allemaal uit in één verzamelbuis, de moerbuis. Drainage op zich bestaat al eeuwen. Het grote nadeel bij gewone drainagesystemen is dat daarbij het water meteen wegloopt. Eenmaal het water weg is, heeft de landbouwer er niks meer aan. Via de moerbuis van de pijlgestuurde drainage daarentegen mondt het water uit in een regelput. Daar kan de landbouwer gemakkelijk, met behulp van een overloopsysteem, het waterpeil regelen. Enkele dagen voor de veldwerkzaamheden kan hij het waterpeil even verlagen, om daarna opnieuw zoveel mogelijk water vast te houden in zijn perceel. Net dat laatste is het innovatieve van dit hele systeem van pijlgestuurde drainage. Zo doet de landbouwer aan optimale waterconservering op zijn perceel. Dus hier maakt de man de hoofdrein vrij. Maakt er een gat in met een simpele klokboor. Om daar eigenlijk de drainagebuis met een T-stukje op te gaan aansluiten. Maakt hij een beetje waterdicht met de rest van het omhulsel van de buis. Doet er een beetje zand over dat hij niet weg kan. En dan kan de machine vertrekken en trekt hij eigenlijk gewoon de drainagebuis de grond in. En is klaar en kan hij aan de volgende buis gaan beginnen. De boer heeft dus volledige controle over het water in zijn drainagesysteem. We zijn hier nu een jaar nadat de drainage hier is aangelegd. We gaan eens kijken hoe dat de drainage hier werkt. We zien ook dat het land hier mooi, ondertussen een mooi grasland geworden is. Vorig jaar hebben we er echt in opgestaan. De boer is ook heel tevreden van de werking. We zien hier de drainageput, dus de regelput, waar het grondwater of waar het water vanuit de bodem naartoe komt gelopen. Als de landbouwer op het veld moet zijn, kan hij met deze regelbuis makkelijk het perceel laten draineren. Hij neemt gewoon de buis, trekt het uit het systeem, dus uit de overloop, en het water begint weg te lopen. En dan zien we dat het water eigenlijk zo naar de sloot wegloopt. Dus dat gaat eigenlijk vrijwel meteen. En voor dit perceel nu hier zitten we op een drietal dagen voor het perceel te draineren naar 80 centimeter onder maaiveld. Het project pijlgestuurde drainage en stuwbeheer past eigenlijk ook in het plattelandsprogramma LIDER, dat ook heel wat stimulerende maatregelen ondersteunt in kader van waterbeheer, integraal waterbeheer, waar dit project een heel mooi voorbeeld van is. Vandaar ook dat dit project een 146.000 Europese, Vlaamse en provinciale middelen heeft gekregen, waarvan wij vanuit de provincie een 46.000 euro ter beschikking hebben gesteld. Om zoveel mogelijk informatie te halen uit waar we mee bezig zijn, om ook zowel naar de landbouwer zelf toe, dat hij zijn perceel goed kent, volgen we dat hier ook een beetje wetenschappelijk op. We doen dat met behulp van divers, die zoals je hierin ziet. Dat zijn eigenlijk toestelletjes die het toelaten om het waterniveau, in dit geval in de sloot of in het geval van in de bodem, het waterniveau in de bodem te kunnen meten.
toesteltje. Die registreren automatisch het waterniveau. Je hangt dat om de zoveel tijd dus aan je computer. Je leest dat uit en dan zie je mooi het waterniveau fluctueren of stilstaan onlangs gelang de situatie. In Noord-Limburg zullen snel nog meer zanderige gronden onder handen genomen worden. De landbouwers kunnen ook na de projectperiode blijven rekenen op de ondersteuning van het agrobeheercentrum Eco Quadraat en Watering Dommelvallei. Kwalitatief goed water wordt schaars. Vlaamse landbouwers hebben er dus alle belang bij, zowel voor zichzelf als voor de toekomstige generaties, om de watervoorraden en de natuurlijke omgeving van de watersystemen te beschermen en veilig te stellen.